Goedemorgen. Ik ben mijn koffers aan het maken, want ik ga vanmiddag op weekend met mijn twee beste vriendinnen naar Sunparks. Dus ik moet mijn koffers nog maken. Ik moet mijn kamer nog opruimen, want dat heb ik ook nog niet gedaan. En dan moet ik nog naar de dierenwinkel voor Coda, mijn hond. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die nog moeten gebeuren. Het rotte is wel dat het echt al 2 dagen super hard aan het regenen is. En blijkbaar gaat het heel het weekend zo zijn. Ik heb zelfs op het weerbericht gezien dat er nog sneeuw is en zo. Dus hopelijk niet. Want ja, wij willen naar een pretpark gaan en zo. Maar als het regent, gaat dat niet. Dus ik hoop dat het een beetje oké gaat zijn dit weekend. We zitten in de Kempense Meren, in Mol denk ik dat dat is. Dus ik hoop dat dat allemaal oké gaat zijn en dat we toch iets kunnen gaan doen, zodat niet al onze plannen letterlijk in het water vallen. Kijk, ik ben nu in de Maxi zo voor eten voor Coda. Want Coda eet 's ochtends altijd brokken en 's avonds natte voeding. Dus goed even dat we nemen dat ze toekomt, dat is zeker na het weekend. En dan ga ik daarna terug een grote bestelling doen, omdat ik altijd voor een maand of meer koop. Dus goed even zoeken waar het weer staat, want dat is hier weer allemaal aangepast. Dus moet ik even op zoektocht. Deze rayon vind ik echt het moeilijkste om door te wandelen, want ik wil altijd iets meenemen voor Coda. Er zijn altijd zo nieuwe dingetjes. En, my god, wat is dat? Is dat een draakje? My god, dat is echt super schattig. Oh, zo leuk. Maar die heeft al superveel speeltjes. Dat kan ik nu toch niet maken om weer iets nieuws te kopen voor haar. Nee. Nee, ik ga het niet doen. Oh, het is cute. Hey, dikke vriendin. Ja. Gaan we spelen? Als outfit heb ik een pet van Arte Antwerp, een sjaal van Legemel, een jas van Legemel, een handtas van Michael Kors, een trui van Nike, een broek van de Bershka en Converse All-Stars. Voilà, helemaal ready. En hier is allemaal rommel dat meegaat. Nog even Rani oppikken en we kunnen vertrekken. We hebben een beetje veel bij. De Rani moet er ook nog in. Ja, mag maar proberen. Dag, baby. Hey. Ja, lol, als een dikke koffer. Ik ga die ik weet niet wat de fuck jullie doen. Even puzzelen. Cheers, hè. Zeg dat je vriendinnen op Instagram zitten, zonder te zeggen dat je vriendinnen op Instagram zitten. We zijn aangekomen in Sunparks. Maar er zou hier ergens in het park een winkel aanwezig zijn. En we zijn die nu aan het zoeken. Maar dat is hier super ingewikkeld aangegeven. Dus ik denk dat we het park al 5 of 6 keer zijn rondgereden. En nu dachten we gaan te voet even door. En het is ook beginnen sneeuwen. Van alle gezien moeten we bruisen voor de bruisingen. Ja, graag gedaan. Volgende mij, juist volwassen. Dat is pas vriendschap. Ja, dat denk ik ook. Maar het skipt mij niet zo. Ja? Oh my god, ik ben er bijna aan het rijden. Sorry, man. Goedemiddag, het is nu dag 2 en we hebben net even gebruncht omdat het gisteren redelijk laat was. En dan zijn we net even bij de geiten geweest en nu gaan we even naar het zwembad. En voor de rest van de dag weten we toch niet echt. En morgen gaan we een dagje naar Eindhoven, omdat dat niet zo ver rijden is. En dan gaan we daar wat shoppen, misschien een tattoo zetten. Dus dat gaan we allemaal nog zien, dat we nog reactie krijgen van de shop. En het is echt zalig weer en hopelijk is dat morgen ook nog zo, want anders zou dat wel een beetje jammer zijn. Voilà, ik heb net gedoucht en mijn haar gedaan. En dan nu ga ik aan het eten beginnen, want het is al 6 uur, denk ik toch? Ja, 5 na 6. Want we willen wel nog iets aan onze avond hebben, want we willen eventueel gaan bowlen in het centrum, omdat dat wel een vrij goedkoop aanbod is en dat is altijd plezant.
En dan daarna gaan we even afspreken wat we morgen juist gaan doen in Eindhoven. Want zelf is al lang geleden dat ik daar nog geweest ben. En weet ik niet eens wat daar allemaal te doen is. Maar ik neem aan van dat er wel veel dingen te doen zijn. Aangezien dat ik daar wel veel video's van heb gezien. Hoe leuk het daar is. Ik heb wel al tickets gekocht voor een of ander interactief VR-museum. Dus dat is al gepland. Maar we gaan nog zien voor de rest wat we gaan doen. Aangekomen in Eindhoven. We zijn nu even in de Primark gestopt voor nog wat te kopen. Want Kaya had nog een trui nodig. En dan daarna gaan we naar een museum. We zijn hier in The Motion in Eindhoven. Dat vindt zich plaats in het winkelcentrum van Eindhoven. En dat is ook zo'n interactief Instagram museum met allemaal special effects, lampjes. Allemaal heel leuk. Wel heel veel kinderen aanwezig, maar dat moeten we erbij nemen. Kijk hoe mooi! De Goed zijn Gusto. Ik heb al iets kei mooi gevonden. En Rani heeft ook wel iets gevonden. En Kaya is momenteel een broek aanpassen, want we proberen die water comfortzone te trekken. Dus hopelijk vindt hij ook iets dat ze leuk vindt. Cheers! Goedemiddag! We zijn net gaan lunchen nog in het restaurantje waar we de eerste dag zijn geweest. Dus dat is wel een leuke afsluiter. En dan nu gaan we met de auto naar Antwerpen rijden en dan is het weekendje afgelopen. We gaan naar huis! Wacht niet langer en ontdek je op de verdeler. We zijn langer dan een half uur zijn aan het rijden. Geconditioneerd. Dat begint niet zo te hangen. Dag Rani! Met. Bye bye! Bye. Love you, bye! We zijn terug thuis en de hondjes! Hi! Dag! Mijn vriendje, ja! Hi! Zo, dit is het einde van mijn video. Moesten jullie de video leuk vinden, geef hem zeker een thumbs up. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, mag je dat ook zeker doen. Tot de volgende keer!